lieve vrienden. Het is vandaag zondag en het is 7 juli en het is 18 minuten over 1. Gisteren, zaterdag, heb ik niet gevlogd. Toen was het 6 juli. Ik had een rotdag. Ik was niet in orde. Beroerd, misselijk en onderweg, laat me zeggen. Ik kwam ook lekker laat uit mijn bedje vandaan. Maar het maakt allemaal niet uit. Dat mag wanneer je niet in orde bent. Ja. En vannacht zat ik weer lekker aan met de trekken van overal vandaan. Dus toen werd het weer laat. En dan ben ik vandaag ook weer lekker uit de slaap. Ik bekijk het allemaal maar. Ik heb met niemand rekening te houden. Dan alleen met mezelf en mijn diertjes. En die gaan heus wel op tijd hun behoefte doen hoor. Ja, ik heb nou de deur ook lekker open. Het is prachtig mooi weer. Ik ben helemaal in het wit gekleed dit keer. Is weer iets wat anders. Ja, ik ben toch gewoon een heks. Witte heks. Ik ben goed. Ja. Ik doe alles vanuit mijn hart. En het is zo knap weer. Dat we gaan straks even lekker weg. En ik neem deze camera mee. Niet de GoPro. Nee, deze. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik ga gewoon wat rondrijden. Toeren, de natuur, weet ik veel. We zien wel waar we belanden. En als ik wat leuk zie, vlog ik dat uiteraard. En zie ik iemand die ik kan interviewen of mag interviewen, dan doen we dat. Ja, en ik neem de kaartjes mee, mijn visitekaartjes. Neem ik gewoon mee. En ik ben er helemaal blij mee. Ik heb er al heel wat uit kunnen delen. En daardoor hoop ik ook meer volgers te krijgen. Dat lijkt me heel erg leuk allemaal. Ja. Ik zit nu nog lekker even mijn spelletje te doen en dan een bakje koffie. En ik moet nog even reclame uitpakken. Ja, uitpakken, dat zit in zo'n plastic zak. Ik heb een plastic zak in de vuilnisbak. En dan zullen we verder kijken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. Het is hier in ieder geval, dus ja, het is al ook bewolkt, maar toch ook zon. Ik hoop dat het bij jullie ook lekker weer is. En we zien elkaar later. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben op een markt beland. Ja, ik dom hoor. Ja, heel erg dom. Want het was door Astrid verteld. Ja, dat er op Cape Holland, oftewel de Oude Rijkswerf, wat te doen was. En ja, genoeg. Dus we doen gezellig. Ik laat me straks ook nog tekenen. Ook dat kan nog. En ik sta hier bij een hele gezellige kraan. Dat ik laat aan jullie eventjes zien. Maar dan moet ik eerst mijn bril weer op zien te hangen. Mijn zonnebril. Maar dat moet ook allemaal maar willen. Blijf hangen. Zo, nou draaien jullie om. Daar hebben we nummertje 1. Zeg je hoi. Met je hand. Ik ben Thea. Wat dit zijn bij je eten. Dit zijn mijn schilderijen. Schilderijen van Thea. Ja. Dit is Thea met de schilderijen. Hoi. Helemaal top. Nou, en wat verkopen jullie? Ook schilderijen. De schilderijen. Dus, en ik ben John. Dat is John. Nou, helemaal geweldig. En daar wordt heftig getekend. Dus ja, ik ga zometeen mij ook laten tekenen. Vind ik wel leuk. Een vlogster op de tekening. Ik vlog hoor. Ik wil wel gevlogd worden. Oh, toppie, helemaal top. Dus ja, helemaal geweldig. We gaan even een rondje zometeen doen. En ja, komt goed, lieve vrienden. En als we het leuk zien, ja, natuurlijk wordt dat weer op de vlog gezet. Ze zeggen tot straks. Nou, kijk daar nou eens. Geels meisje. Hallo. Het lijkt naar de echt hoor. Zeker. Je moet er maar in kunnen lopen. Je moet er maar in kunnen lopen, mijn hemel. Wie wil mijn jeugd fotograferen alsjeblieft? Nee hoor, ook niet hoor. Geweldig. Geweldig, of niet dan? Leuk hè? Ja, dacht ik ook. Ja, geweldig. Ja. De mensen die achter me staan en mijn eigen gezichten.
Altijd verrassend. Toch zal ik even terug. Goed, leuk, ja. Helemaal goed, ja. Ja. Waarom niet alleen, hè? Is dat zo? Denk erom, ik vlog gelijk, hè? Soms kan je je weg beter vinden als je alleen bent dan met iemand anders. Ja. Dus je hebt dit soort carrière verzonnen voor jezelf. Wat zeg je? Je hebt dit carrière verzonnen voor jezelf. Het is een hobby. Verdien er niks mee. Oh, dat is het verschil. Ja, ja, ja. Ik maak soms reclame, maar ik verdien er niks mee. Ja, dat geeft ook een vrijheid, toch? Ja, daarom. Kijk, als ik nou een samenwerkingscontract zou kunnen krijgen van iemand waar ik mee samen kan werken, oké, dan krijg ik er wel voor betaald. Ja. Mijn dochter is daar ook voor afgelopen week voor het eerst mee begonnen in Den Haag. Oké. Okay. Ja, die heeft de samenwerking getekend samen met een meisje. Die heeft een eigen olijven. Ja, ze moet olijven gaan proeven. Oké, dus heeft hij samen met haar. Spannend. Ja. Er komt nou een vis aan, zal ik je zeggen. Kijk, en dan moet ik dus op die kindertjes twee witte stickers plakken. Want dit komt op YouTube te staan. Dat heb ik niet gevolgd. Privacy vanwege de kinderen. Moet je de kinderen afschermen. Ik ben blij dat ze stilstaan. Dit is voor YouTube, wat ik doe. Ja, ja, oké. Oh, zijn dat de regels tegenwoordig? Ja. Die zijn streng geworden. Ja. Je moet jouw gezicht afplakken. Ja. Oh, het is Deutsch. Ah. Was het een skate? Dit is YouTube. Yes. Yeah. How many? It's free. Oh, really? It's one more person after this lady. Okay. And then your daughter can come and sit. Okay, great. Wonderful. Okay. Yeah. Yeah. And it's a summer fest of hundreds as well. Yeah. And I'm glad that you're my man's team, yeah? Yes, I'll go sit at the moment. Ik ga nu een beetje kleur toevoegen. Is goed. Toch wel een beetje van wat er rondom je staat getekend. Dat is één keer heel natuurlijk. Hè. Ja. Dat is dan veel werk, denk ik, om wat af te plakken.
Bij tijd en wijlen wel, vooral wanneer ze bewegen. Oké, dat kan niet programmeren van herhalende bewegingen. Dat kan niet, nee. Oh. Ja, ik moet dat in een programma, die heet Videopad. Daar bewerk ik alles. Ja, dat is veel werk, denk ja. ik. Hè? Nee, hier vind ik leuk werk. Mag het graag doen. En als ik mijn GoPro mee heb, dat huisje wat hier op mijn stuur staat, ja. daar kan een kleine GoPro in. En dan hoor je het geluid van mijn booster. Dat geruis en de bestrating, dat hoor je allemaal. Dat mute ik dan. Ja. En dan zet ik een andere muziek eronder. Oh ja. Dat is een goede oplossing. Ja. Ja, je hebt vast veel geleerd over film. Met dit bezigheid. Ja. En dan zit ik ook heel veel op Facebook. Waar ik heel veel groepen op heb. Onder andere de Club van de 50-plussers. Oh ja. Ik al dik over de 2000 leden. Wel verder, over de 20. Ja, zijn meer en meer gezonde mensen die over de 50 zijn. Nou, nee, maar ik heb ook mensen van in de 80. Ja, maar die worden gewoon lid. Ik had van de week zo'n vrouwtje van 95 jaar. Ik denk, oké, nog 5 jaar ben je 100. En dan nog op Facebook. Wauw. Ja, echt. Dat is een hele andere tijdperk, hè? Ja. En de jonge mensen van tegenwoordig. Die, als ze oud zijn, dan weten ze alles natuurlijk over. Ja. Er wordt nog meerdere progressie van de AI. Moet je mij ook nemen, hè? Dan weet je wat het is. Ja, ik vlog, hè? Denk erom. Voor mij komt het op YouTube te staan. Hij zei tuut, met andere woorden weer even opnieuw. Gaat om de zoveel tijd gaat hij uit. Okay. Daar is de vlogcamera voor. Hij speelt het door. Ja. Papier. Ja, en dan werk ik nog vooruit ook, dus het komt niet vandaag of morgen er al op te staan. Ik plan in. Je kan ook inplannen bij YouTube. Dat ik het vanavond wel naar YouTube breng, bij wijze van spreken, maar dan komt het over 14 dagen pas online. Oké. Oh,
in touch. Ja, hé. Ah, die is leuk. Echt wel. Geweldig. Ja, geweldig. Dankjewel, schat. Echt. Nou, en dan vind ik hier een vis op het droge. Dat is weer wat anders dan in het water. Maar wel leuk gemaakt. Ja, ja. Echt grappig. Toch? Hele stellage eronder. Ja, met een fiets, die natuurlijk helemaal verzwaard is. Hij is geweldig. Ze moeten er maar opkomen op dat idee, om dat te maken. Dan maar maken. Ja, daarom. Echt geweldig, mensen. We gaan weer verder. Oh nee, ik zie nog wat leuks. Een spinnenwiel. Ja, een spinnenwiel zie ik. Ja, ja. Een spinnenwiel. Mag ik vloggen? Vlog maar wat aan, hoor. Ja, dan kom je op YouTube, hè? Oh, prima. Ik leuk. Het ouderwetse werk nog. Meneer? Wilt u dit kaartje aan die mevrouw geven? Ja. Even aan die mevrouw geven. Aan mij? Ja. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ga kijken. Toppie. Het staat er nog niet vanavond op, hoor. Het kan wel een week duren, want ik plan in. Maar als je eigen... aanmeld, hè, dat je... Ja. Goh, hoe heet het nou normaal, weet ik het. Je kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Kost okay. Niks. Okay. Dan even op het belletje klikken. Dan krijg je iedere keer een melding wanneer een vlog online komt. Oh, okay. En dat is namelijk iedere dag om 14:30. Oké, okay, van u? Ja. Oké. Okay. Succes. Net zolang dat die er ook op komt. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben benieuwd. Leuk toch? Ja. Ik ga hem even wegleggen in mijn schoen. Zo. Ja, echt een mooi ding. Maar dan mag je wel uitkijken dat je niet in je vinger prikt, hè? Ja, maar dan slaap je 100 jaar. Ja, maar dan komt er wel een prins die me weer wakker kust. Oh, toppie meis. Helemaal geweldig. Dus, helemaal geweldig. Dus, 100 jaar. Nou, kijk hier nou. Daar is onze grote vriend weer uit Niel den Helder. Ja, 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 ja. Toppie hoor. Je kent hem weer. Geweldig! Die staat normaal alle jaren ook in Niel den Helder. En ik was het dit keer vergeten. Toen was er ook een hele kinderboerderij daar bevestigd. En dat was ik toen vergeten. Ik kwam later pas achter. Ja, dan ben je dat misgelopen. Maar nou komt die eraan. Ik denk, woepie, even vloggen. Ja toch? Maar we komen meerdere leuke dingen tegen, dus we gaan gauw even door. Ik zou zeggen, tot zo.
zang, inderdaad, het eerste stukje. En ik denk, oh, wacht even, we gaan over. Heren van plezier. Dag mevrouw. Dag meneer. Zeg eens wat van. Wat moet ik ervoor zeggen? Ja, ik hoop dat we er leuk op staan. Ja, nou ja, het was maar heel eventjes, want jullie houden gelijk op. Oh ja, nou, ja, zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. Nummertje ten einde. Nou, we kunnen nog een nummertje spelen. Nou ja, ik sta ervoor, hè. Ja, doen we. Helemaal goed. Lekker neerzetten. Ja, dan ben je dan op de Jutterhavendagen. Ja.
Geniet u wel een beetje? Ik wel. Dat is het belangrijkste. Gaat hij eruit? Ja. Ja. Hoi. Wat is dit? Je moet deze even afbreken, niet schrikken doen. Ik heb het niet meer nodig, ken ik er nog niet. Of die zijn? Ja, hè? Ja, zij zegt ja. Goed, ik ben nog niet klaar. Ik heb een beetje stuk gedaan en repareer ik het gewoon. Ik heb wat voor u. Ik zet er weer, doe hem even hierin. Ja, is goed. Ja, dat komt wel goed. Toppie. Ja, is goed hoor.